De Finabank kijkt terug op een zeer uitdagend 2019. Finabank-directeur Eblain Frangy zei afgelopen dinsdag dat er een uitdagende externe omgeving was, waarbij de buitenkoers heel bewegelijk was. Ondanks dat heeft de bank zich goed staande gehouden, zegt Frangy. Uiteraard streeft elke bank naar een stabiele omgeving, maar de Finabank was goed in de markt in 2019 en de kredietverlening is ook gegroeid, geeft de banktopman aan. Ze hebben steeds meer vertrouwen gehad, dus ze hebben ook meer middelen hier geparkeerd, een aantal mooie grote key accounts binnengehaald. De winst ziet er niet slecht uit, ziet er goed uit, hoger dan vorig jaar en daar zijn we dus wel blij om. Alleen zijn we nog, ja, nu aan het eind van het jaar maken we de balans op, blij. Maar kijken we ook uit naar komend jaar. Dat zal komen met al zijn uitdagingen. Maar we genieten nu nog van 2019. We sluiten het straks af. En ik moet zeggen, niet slecht. Zeker niet met het nieuws dat we vandaag hebben vernomen over de geldzending. En het effect daarop op de resultaten van de bank, die zijn goed. Directeur Frangy benadrukt dat ondanks de moeilijke economische situatie in het land, het de Finabank is gelukt om het jaar goed af te sluiten. We hebben uitdagingen. We hebben heel veel uitdagingen als land. We hebben, zoals het IMF-rapport dat onlangs is uitgekomen aangeeft, we hebben te maken met een budgettair tekort, we hebben te maken met een stijgende leningportefeuille, leningplafond. Tegelijkertijd een bewegelijke koers. Maar ik denk dat zeg maar voor Finabank, ondanks die uitdagingen, we het hebben kunnen bolwerken om het jaar goed af te sluiten. Zeker met de uitslag zojuist. We zijn niet in een hoera-stemming. En laat me het zo zeggen, de risico's zijn daar. Als we niet komend jaar voldoende maatregelen nemen, zullen we denk ik eind volgend jaar niet in deze hoera-stemming zijn. Finabank-directeur Eblain Frangy. Afgelopen dinsdag gaf hij aan hoe het de bank vergaan is in het haast afgelopen jaar.